Yo baas, welkom bij Joram Bouwens de vloggen. Welkom bij een nieuwe vlog. Nee, ik vlog niet. Nee. We gaan gewoon weer een Bralsa video doen. En jullie weten dat ik Shelly aan het pushen was. Moet je zien hoe hoog ik Shelly nu momenteel heb. Oejo! Oh, wacht. Oejo! Nee, dit is helemaal niet goed. Dit is niet goed. Ik zet mijn camera even neer en dan ga ik het aan jullie uitleggen. Oké, dan kan de greenscreen ook weer aan, maar... Oh, dit is zo frustrerend. Ai. Ik heb in totaal denk ik wel 5-6 uur lang met Shelly gespeeld. En het ging gisteren zo extreem goed. Misschien dat je nog mijn gevechtslog kan zien van gisteren. Ik heb nu trouwens ook alweer echt dik een uur gespeeld. Hoe lang ben ik nu eigenlijk alweer aan het spelen? Ja, 1,5 uur ben ik nu alweer aan het spelen. Maar gisteren speelde ik in solo showdown. En jullie zien het hier naar mijn trofeeaantal. Ik zat hier op de 980. 980 trofee had ik hier gehaald. En sterker nog, daarvoor had ik al de 987 trofee gehaald. Alleen was ik weer heel erg omlaag gegaan. Hier zat ik op de 953. Dus ik was van de 987 teruggegaan naar de 953. Daar ben ik giga lang mee bezig geweest. En toen dacht ik, ah shit. Toen verloor ik een paar potjes achter elkaar. Had ik weer vet veel min trofeeën. Maar ik gaf het niet op. Ik bleef doorstrijden. Had ik weer allemaal potjes gespeeld. En toen had ik gelukkig weer de 980 trofeeën gehaald. Dus ik dacht, morgen ga ik een video opnemen voor jullie. Zodat ik dan Shelly rank level 30 ga pushen. Dus ik dacht, oh, oproepgod is er. Prima map. We gaan in die map spelen. Nou ja, en jullie weten het al. Jullie zien het al. Ja, ik ben ziek omlaag gegaan. Ik heb wel heel veel potjes gespeeld. Ik ben ook een paar keer geworden, maar het heeft er niet voor gezorgd. Ik ben zoveel omlaag gegaan. Dat is zo frustrerend. Ai. Hoeveel had ik hier? Hier had ik 925. Ja, ik ben echt enorm veel omlaag gegaan. Ik zit nu uiteindelijk op de 920. Het is super en giga frustrerend. Ik heb hier denk ik wel 6 uur werk in zitten. En het lukt nu gewoon niet. Ik wil die Shelly rank level 30 krijgen, maar het is zo ingewikkeld. Maar vandaag gaan we in ieder geval een paar potjes spelen. En ik weet het leuk gemaakt. We gaan gewoon dozen openen op het moment dat ik hem inhaal. Misschien dat de key is. Ik ga gewoon potjes spelen. Als ik in de top 3 kom, mag ik een doos openen. Een megadoos op een ander account. En hopelijk krijgen we dan de knokker. Maar dan heb ik een reward. En dan ga ik natuurlijk wel weer halen. Zou wel bizar zijn als het nu wel gaat lukken. Maar voordat we gaan beginnen, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 2000 likes of 3000 likes zou top zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan mocht je mij willen supporten en mocht je ook iets kopen in Brawl Stars, gebruik die code Bouws. En dan check Bouws uit mijn kleding op bouws.nl. Nieuwe voorraad, nieuwe kleding. Ja, daar komt het op neer. Zeker het checken waard. Maar ja, laten we nu maar gaan spelen. En oi. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee om met Shelly te spelen. Ik heb nu al wel 10 uur lang gespeeld met alleen Shelly om dit voor elkaar te krijgen. En het lukt maar niet. Ik denk dat ik Shelly nu gewoon even laat liggen. En dat ik binnenkort het weer probeer op te pakken. Want ik heb Shelly natuurlijk nog steeds op de 920 trofeeën. Wat nog steeds hoog is. Maar ik begin nu een beetje gefrustreerd te raken. Waardoor ik minder goed ga spelen. Dus eigenlijk moet ik gewoon nu even wachten. En dan gewoon over een weekje nog een keer proberen. Dus ik denk voor nu laat ik het even. Maar ik ga nu voor deze video nog wel even spelen. Ik zie jullie op het moment dat het potje gaat beginnen. Oh, daar gaan we dan. En Showdown Plus, ja, ik speelde eerst in gewoon Showdown. Dat speelt zo anders, helemaal oproergrot. Iedereen speelt super agressief. Dus je moet daar echt aan wennen. Helemaal aan het begin, toen ik net begon te spelen in deze map, was dat heel erg wennen. Ik ga niet naar het midden, want er zitten allemaal boze Shellys. Als je naar het midden gaat, is de kans zo ontiegelijk groot dat je meteen doodgaat. Dat is echt heel irritant. Met een beetje mazzel ligt hier nog een kistje. Nee, er ligt geen kistje. Ik wil even mijn super ophalen. Shelly, wil jij ook je super ophalen? Dat zou mooi zijn. Ah, kijk. Dit bedoel ik dus met agressief spelen. Die Shelly, die wil dus niet de super ophalen. Ga meteen volop in de aanval. Ja, gelukkig kon ik het gewoon ontwijken. Maar dat is dus wat er in Showdown Plus gebeurt. Zelfs op dit niveau speelt het zo anders. Kijk, ook al doe ik heel lief richting die Shelly. Die Shelly heeft gewoon complete trein. Kunnen misschien hier wat hits doen op die Edgar. En voor die Edgar is dat heel vervelend. Maar voor mij is dat alleen maar chill. Nice. Dankjewel, Edgar. Dankjewel. Ja, nu ben ik zelf ook een klootzak. Maar hey, ik wil gewoon plus 2 hebben. En daarom speelt iedereen ook super agressief. Omdat iedereen die plus 2 trofeeën wil hebben. En ja, dat is wel het nadeel. Waardoor je zeg maar ook veel sneller een keer een potje echt laatste eindigt. Nou valt het dit potje wel mee. Maar ik heb ook potjes gehad dat ik gewoon meteen gekild werd. Of dat iemand in een bosje zat te wachten wat je net niet verwacht of zo. Dan denk je, hoe komt hij daar? En dat je dan meteen gekild wordt. Dus ja, nou ja. Oké, dit potje gaat wel redelijk. Oeh, die Edgar die heeft heel veel krachtpunten.
Oké, ja, ik durf nu niet naar het midden. Die heeft gewoon 9 krachtpunten. Maar ik moet zo meteen wel naar het midden. Er is daar nog Shelly. Er moet ergens nog één andere knokker zijn. Misschien dat die Edgar met die andere knokker teamt. Dat zou kunnen. Maar die andere Shelly heeft weer zijn super. Dus die Edgar zou eerder op mij gaan dan op die andere Shelly. Nou, ik ga hier om het hoekje staan. Oh, er is een boel. Er is een boel. Oké, nou, dat is goed om te weten. Kom op! Edgar, pak die boel. Oké, ik zou die boel kunnen pakken. Nou, dan moet ik eigenlijk eerst mijn super hebben. En gaat dat lukken? Nee, net niet. We zijn derde geworden. Alsnog prima. Goed genoeg. Het had erger gekund. Sterker nog, het had veel erger gekund als we laatste waren geworden. Want dan krijg je gewoon meer dan min 12. Omdat ik 900 plus... Volgens mij, als ik nu laatste zou worden, zou ik min 13 krijgen. Dat is echt insane veel. Nee, maar laten we nog een potje spelen. En misschien als ik nu supergoed speel en één keer een paar dikke winsten had, dat ik dan ook weer denk, nou, misschien dat de rang level 30 wel weer gaat lukken. Oh ja, trouwens, we mogen even een doos openen op een andere account. Want elke top 3 plek is een doos. Kijk, het heeft nu al geholpen. Ik zit nu op het account van mijn zusje. Dan gaan we hier even een doosje op openen. Code Bowser. En ik zie dat er een megadoos aanbieding is. Dat scheelt toch weer iets edelstenen. 5 resterende items. Dat is dan wel weer jammer. Maar hey, kijk, als we nu gewoon elke keer winnen halen, ga ik gewoon elke keer een megadoos openen. Oké, terug naar mijn hoofdaccount. Doen we weer een potje. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Eens kijken of we nu wel even een win gaan pakken. Ja, eerste worden, dat is zo chill, Showdown Plus. Want dan ga je zelf niet dood. Waarschijnlijk heb je wel een paar kills gemaakt. Dus dan krijg je ook in één keer weer heel veel trofeeën erbij. Ik ga niet naar het midden. Dat doe ik sowieso niet meer. Dat heb ik in het begin een paar keer gedaan. Maar de kans dat je doodgaat is gewoon te groot. Oké, daar lagen 2 krachtpunten. Dus dat is eigenlijk jammer dat ik daar niet heen ben gegaan. Ah, dat maakt niet uit. Wil jij je super ophalen? Moeten we even uitkijken dat hij niet in één keer zijn gadget in zit en gaat, in één keer gaat aanvallen. Want dat gebeurt dus nog wel eens. Dus daar moeten we echt voor oppassen. Maar hey, als we het zo doorgaan, dan vind ik het helemaal prima. Ja, oké, helemaal prima. Oké, moet even... Kijk. Dit bedoel ik dus. Dit is zo irritant. Stomme Shelly, waarom doe je dit nou? Dit is totaal niet nodig. We zaten gewoon lekker onze super op te halen. Maar je op deze manier... Ja, dan ga je zo snel dood. Je kan heel snel doodgaan als je niet voorzichtig bent. En in het begin was ik dat niet. Ik was nog meer Showdown gewend. Zeg maar gewoon Showdown. Hoe ik het eerst ook speelde. En daar gingen Shelly's elkaar echt niet op deze manier killen. Omdat het totaal niet waard was. Ik zal even hier een paar hits doen. En ondertussen komt daar ook weer een Shelly. Ik zit hier niet heel relaxed. Even nog een paar hits. En wat gaat die Shelly doen? Ja, die vertrouw ik niet meer, die Shelly daarboven. Dus dat is een beetje irritant. Maar ik kan zelf nu even hits doen. Oké, kijk, dat dacht ik dus al, hè. Even uitkijken en zorgen dat ik die schoot een beetje ontwijk. Oké, prima. Dan heeft hij in ieder geval niet meer zijn super. Dus dan heeft hij alleen zichzelf gedaan. Dit is zo afwassen geblazen. Oh, hier. Misschien ook daar een kill. Oh, shit. Ik heb die kill net niet gemaakt. Die Shelly die speelt wel als gadget zo. Dus dat is op zich wel chill. Oi. En weer zijn super verspild. Die Shelly. Ik heb geen idee waar hij mee bezig is. Maar hij speelt super agressief. Maar ook gewoon dermate agressief dat het niet eens nodig is. Oké, waar is die andere Shelly? Ja, nice. Oké, dat is even een kill erbij. En zou ik die Edgar kunnen pakken? Dat zou misschien kunnen. Ah, ga ik nu dood? Ik ga nu dood. Oké, er waren 2 Edgars over. Maar weer een top 3 plekje. Er zijn wel weer 4 trofeeën erbij. Kijk, dit gaat zo traag. 4 trofeeën maar, hè. En dan had ik ook nog een kill. Nee, maar dat betekent dat we nog een doosje mogen openen. Misschien is dit gewoon de nieuwe manier voor mij om, zeg maar, rank level 30 te halen. Gewoon elke keer als ik een win haal, gewoon een top 3 plek, gewoon een megadoos openen. Maar we hebben een resterende item. Wat gaan we krijgen? Het is een gadget van Leon. Helemaal prima. Dat is toch even leuk meegenomen. Maar ja, helaas geen knokken. Maar we gaan weer terug naar mijn hoofdaccount. Hoe gaan we dit doen? Er zit dus links in dat bosje de Shelly. Ik zit hier ook met de Shelly met super. En we kunnen elk moment gebackstabbed gaan worden. Ik laat het nu eventjes. Want ik ben bang als ik die ga killen dat ik zelf ook gekild ga worden. Kijk, er zit namelijk een Shelly links. Op het moment dat ik die Shelly ging aanvallen, dan had ik waarschijnlijk die Shelly links op mij. Waardoor ik dan alsnog werd gekild. Kijk, en dat is dus het probleem. Je moet ook uitkijken. Oh, die Shelly wilde super. Dan mag wel kijken. Oh, nice. Oké, dit is helemaal perfect. Oké, helaas geen kill, maar ik heb wel 2 krachtpunten erbij. En er zijn weer 2 mensen binnen. Kan ik weer in de top 3 komen? Dit is gewoon de manier om rank level 30 te halen. Gewoon elke keer als je een win haalt, een megadoos openen. Want dan, dan denk je, nou, dit is wel redelijk mooi. Ja.
Dan krijg je ook daadwerkelijk rewards voor je werk die je levert. Ik wacht eventjes hier en dan zet ik zo meteen mijn super zo neer. En dan heb ik dat bosje rechts heb ik daar dan. Dus ik hoop dat ik dan hier een beetje mijn eigen gang kan gaan. En dat die Bo daar een beetje blijft en dat hij daar zijn ding doet. Dus ik hoop dat ze daar blijven vechten. Maar ik ga nu er wel mee bemoeien. Ja, oh, dit is ook prima. Het is showdown, het is showdown, het is showdown. Het is showdown, dit zal wat kunnen worden. Oh nee, nee, toch niet. Oké, okay, we zijn tweede geworden. Weer een top 3 plekje. Oké, okay, we krijgen elke keer een trofee erbij. Ook al is het maar elk potje plus 4. Het zijn in ieder geval plus trofeeën en geen min trofeeën. Maar we gaan weer een megadoos openen. Trouwens, op het account van mijn zusje. Ja, eigenlijk is het gewoon mijn account. Maar daar zijn niet heel veel knokkers meer beschikbaar. Als we knokker krijgen, dan is het sowieso een epische of zeldzame. Of zeldzamer. Het zou wel baas zijn. Met natuurlijk een code Bous. Maar helaas, 50 sterren de items. Oké, okay, we gaan door. Ik ga gewoon net zo lang door met deze video. Totdat we een keer geen winnen hadden. Nou, we zijn nu in het volgende potje en het verbaast me, maar er zijn enorm veel Edgars in dit potje nu. Op zich is dat wel chill, want dat betekent dat er minder Shelly's zijn, waardoor ik minder snel op een super kan oplopen. Mag ik mijn super halen? Ik wil gewoon even mijn super halen. Maar ja, zo'n Edgar, die heeft daar natuurlijk helemaal geen zin in. Want die, ja, die kan alleen maar gekild worden door zo'n super van Shelly. Dus nou, ik snap dat zo'n Edgar daar helemaal geen zin in heeft. Die Stu en die Shelly zijn hier ook aan het vechten. Dat is op zich wel een goede zaak, want dan kan ik hier misschien even een kill maken. Hier, dat zou mooi zijn. Moet nu even oppassen. Maar, oké, nice, ik heb die kill gemaakt. Oh, dat is lekker. Oké, ik zal nu even spinnen. Waarom doe je duimpje omhoog laag, Edgar? Ja, hij wil natuurlijk niet met mijn team. Hier zit ook nog een Edgar. Ja, maar die kan ik nu niet zien. Maar die zitten zeer zeker. Dus daar moeten we ook nog voor oppassen. Maar ik heb hier een prima plekje. Ik heb beschutting en... Oké, ja, daar is ook nog een bow. Hier zit inderdaad nog een Edgar. Dan kan ik even een paar hits doen. Ik heb bijna mijn super. Ik heb bijna mijn super. Misschien dat ik die nu kan killen. Dat zou leuk zijn. En heb ik die nu? Nee. Maar ik heb wel mijn super, dus dat is nice. En ja, er zijn nog 7 over. Dat zijn eigenlijk trouwens best wel veel. Volgens mij zijn er heel veel bows. We kunnen hier die bow killen. Ja, mooi. En hier zit volgens mij ook nog een Edgar. En hier wordt ondertussen ook nog gevochten. Kunnen we die hebben? Heb ik die? Nee. Ik heb die niet. Oké, moet hier even oppassen. Er liggen hier heel veel krachtpunten. Oh, dit is shit. Nee. Oké, ik moet nu even aangevallen. Ik heb geen gadgets meer, dus dat is frustrerend. Oké, ik ga nu gewoon mijn super inzetten. Ah, shit, oké, dan worden we derde. Maar wel plus 4, omdat we... Oh nee, plus 6 nu, omdat ik ook 2 kills had gemaakt. Tot nu toe alleen maar gewoon wins. Oké, ik mag weer een doosje openen. Spanning, sensatie! 5 sterren items, dat is wel weer jammer. Echt bizar dat ik nu op de een of andere manier de hele tijd gewoon elke keer een potje win. Dat slaat helemaal nergens op. Terwijl dat ik hiervoor dus heel lang heb gespeeld en heel veel potjes verloor. Nou ja, oké, we gaan gewoon door. Oké, we zijn dit potje vrij goed begonnen. We hebben ondertussen 1 kill gemaakt en we hebben al 4 krachtpunten. Ja, ik had meteen 3 krachtpunten die bij me lagen. Of 3 van die kistjes. Dus dat is wel echt chill. Alleen zijn er wel erg veel boos in het midden. En die zijn wel heel irritant met hun supers. Ja, dat is zeer frustrerend. Ik heb bijna mijn super. Ik wil even mijn super halen. Weet je wat? Ik ga gewoon even irritant doen richting die Bo. Bo, laat me even hier mijn super krijgen. Kijk, dan heb ik alweer iets meer mijn super. Ik moet gewoon even mijn super krijgen. Jij wil ook wel je super? Wil jij ook je super? Ik denk dat jij ook je super wil. Oké, top. Dan heb ik in ieder geval mijn super. Jij ook al bijna. Zou ik hem nu backsteppen? Nou, ik weet niet. Ik vind dat misschien nu net te gevaarlijk. Nee, ik ga het wel doen. Ik ga het wel doen. Oké, top. Dan heeft hij zijn levens weg. En ik heb... ja... We zijn er niet veel mee opgeschoten. Alleen dat we nu een vijand hebben. Oké, we kunnen hier misschien even weer wat hits doen. Ik ga nu gewoon naar achter. Dit heeft geen nut om hier verder naartoe te gaan. Ik zie hier wel een Shelly met weinig krachtpunten. En weinig levens. Dus dat is nice. Tegen even uitkijken voor die Edgar. Maar er zit daarboven ook nog een Shelly. Oh, die krijgt nu zo'n ding op zijn bakken. En die kunnen we dan misschien hebben. Ah, dit is jammer. Ik heb geen gadget meer. Want ik probeerde die in te drukken. Maar dat lukte niet. Maar ik heb nu wel al bijna mijn super. En we zitten gewoon weer bijna in de top 3. Sterker nog, we zitten gewoon in de top 3. Dus dat is heel lekker. Ik hoop dat die Shelly's eerst met elkaar gaan vechten. Dus ik blijf even hier in de hoek staan. Met de hoop dat ze inderdaad met elkaar gaan vechten. En dan ga ik uiteindelijk ermee vandoor met de winst. Als ze elkaar bijna hebben gekild. Ja, dat werkt goed. Boom! Waarom gaat het nu in één keer zo goed? We zitten nu weer gewoon op de 950 trofeeën. Jongen, dat komt gewoon omdat ik die doosjes open. Nou, ik zit nu op een ander account. Ik heb op dit account helaas geen genoeg edelstenen voor een megadoos. Dus dan openen we even een grote doos. Kunnen we natuurlijk ook iets op krijgen. Maar helaas, pindakaas. Oké, we gaan terug naar mijn hoofdaccount.
Nee! Ik zat lekker gefocust te spelen en dit is het potje dat ik dan verlies. En kijk, daarom haat ik dit zo. Ai. Ik heb zoveel potjes goed gestaan. En nu in één keer gewoon min 13, omdat ik nu meteen dood ga. Kijk, dan is dat hele winstpotje van net weer weg. Oké, nou, ik laat het erbij. Ik heb wel goed gespeeld. We hebben veel potjes gewonnen. Maar dit is dus de reden waarom dit heel lastig is. Maar ik ga volgende week weer een keer een poging wagen. Voor nu laat ik het erbij. Ik heb te veel gespeeld. Ik raak te gefrustreerd. Maar dank jullie wel voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij een groot plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.